Hallo mensen, griep heerst. Dus dan gaan we even een live scan doen bij iemand die griep heeft. Dus laten we beginnen. Hier zetten we first name, voornaam en de achternaam, de geboortedatum en de geslacht. Nou, gaan we starten met research. Hoewel, ik weet wel dat het gaat om de griep. Dus we kunnen meteen gaan naar de keel. En de neus. Om te zien wat die gaat, wat de programma gaat vinden. Het duurt een beetje voordat het opgestart is. Maar goed, hier kunnen we meteen zeggen van oké, switch to manual choice. Zodat we zelf kunnen kiezen wat we gaan scannen. Ik pak deze en deze aan de rechterkant. De linkerkant en de rechterkant. En dan zeg ik search, research. Scan gaat beginnen. Oké, scan is klaar. We hebben scan gedaan. Nu, hier zien we wel dat het veel van die 4 zijn. En ook eentje van 5. We kunnen ook naar de dieper op ingaan, waar het 5 is. Hier zien we wel hoe dat gaat. Dus hier kunnen we meteen zien dat er nog meer van de nieuws punten zijn die 5 zijn. En misschien kunnen we ook nakijken wat voor wat heeft hij het gevonden. En zit er bepaalde microvirus erin. Nou, hier zien we wel dat hij het adenovirus heeft gevonden. En we gaan niet zo dieper op in. En hier zien we wel dat de respiratory infectie is. Oké. Okay. Nou, hij heeft wel gevonden waar ze last van heeft momenteel. En dat ook nog op afstand via zo'n black box. Eigenlijk wordt een bepaalde DNA afgenomen en wordt erin gezet. Dan hoeven ze niet hier te zijn. Dat heeft wel voordelen dat ze gewoon lekker in de bed kan liggen. En het enige wat ik zeg maar voor dit nodig had was een nagel. Verder. We kunnen nu meteen beginnen met therapie. We kunnen zeggen van oké, start hier met de therapie. Maar het beste is, het is ook aan te raden om nog dieper op in te gaan. Dus bijvoorbeeld hier zien we wel dat we kunnen hier naartoe. En dan gaat hij de diepte in. Dus dan kunnen we werken van diepste punt naar het orgaan zelf.
En nu kunnen we ook naar de nucleus gaan, naar de chromosomes, naar de mitochondrium. Meestal zou het de beste zijn om dit allemaal door te lopen, maar voor deze demonstratie wil ik het even laten zien hoe dat met de scan gaat en hoe dat live kan worden gezien door een scan. En ook dat het via zo'n gewoon DNA van gewoon een nagel op afstand kan worden gemeten. Dat heb ik vaker gedaan en het werkt. Nou, hier gaan we nog naar de ATP. Oké, en kunnen we beginnen met de therapie. We zien wel live hoe dat 4 naar 1 of 2 wordt omgezet. Zo kunnen we ook kijken van of het wel effect heeft of niet. Oké, dat kunnen we nog een keer even doen. Oké, dan kunnen we naar hogere level. Dan kunnen we naar interne mitochondriale membranen gaan. Nu gaat dit scan doen. Mitochondriën is een van de belangrijkste onderdelen, omdat die eigenlijk de energie is voor de cellen. En als daar een goede balans is, dan op een celniveau, dan zal het ook beter gaan op organenniveau. Oké, nu gaan we nog naar de mitochondria RNA. Dan gaan we nog dieper op in. In dit geval naar cytosine. Dan gaan we naar guanine. Gaan we ook therapie met de therapie doen van de software. Gaan we naar Horatio.
is gedaan. Oké, nu naar adenine. Waarom gaan we naar de adenine guanine? Omdat het het beste bleek te zijn om helemaal vanuit de diepste vanuit diepste level te gaan. En hier kunnen we ook zien van dat het heel veel van die vier werd. Twee of één. En als we nu gaan dat doen op de niveau van RNA, dan zullen we zien dat het nou iets van 20 tot 30%, nou onder de 30% verbetering zal zijn. Dan zien we ook dat hier 4 werd niet verbeterd. En op RNA en DNA niveau zien we dat niet heel erg veel verbeterd wordt. Dan kunnen we even kijken naar het verbetering. Nou, hier zegt het dat het reactie was 12%. En dat is wel was veel beter als we dieper gingen bij guanine en andere. Nu gaan we omhoog. Gaan we met de therapie doen. Zien we dat het ook op de mitochondria niveau ook niet heel veel veranderingen komen. Daarom is het altijd aan te raden om gewoon het meest diepte mogelijke niveau te gaan. Oké, dan gaan we omhoog. En hier kunnen we verder therapie doen. Ik heb maar een paar punten genomen voor deze demonstratie. Hierna ga ik het zo inschakelen dat hij het constant gaat verbeteren op afstand. En daarvoor zal ik een programmaatje gebruiken die het dat allemaal automatisch gaat uitvoeren. Want dit soort therapie duurt en neemt wel veel tijd in. Als je zou al die punten zou nemen, dat kan heel makkelijk van 1 uur tot 1,5 uur duren. Daarom zijn die programma's die het automatisch aanpakken, is het veel makkelijker. En dan hoef je eigenlijk niet eens erbij te zijn. Oké, hier zien we wel goed verbetering. Oké, dan gaan we naar omhoog. En hier kunnen we ook naar met therapie doen. Wat we ook kunnen doen is naar kijken naar het litho- en fytotherapie. Naar het beste steen voor edelsteen frequentie in te zetten voor dit om weer dit in balans te brengen. Gaan we even kijken wat het programma aangeeft, wat is de beste steen. En dan kun je ook zeggen van ik heb die steen in het echt en dan kan ik dat aan de cliënt geven. Nou, dan gaan we even kijken wat is de beste steen voor
lidtherapie. Nou, hier geeft hij het aan dat Cornelian is de beste. Dus kunnen we even ook die therapie doen. Dus de frequentie van Cornelian daar naartoe sturen. Live zien we ook hoe dat wordt, of het wordt verbeterd. Oké, nou, we kunnen ook kijken naar welke plant is, welke frequentie van de plant is goed. Oké. Oké, het heeft de meeste vijfde en vierde weggehaald en omgezet naar 1 of 2. Nou, 1. Dus de plant was eigenlijk goed voor het desbetreffende disbalans. Oké, dan hebben we laten zien hoe dat therapie werkt. Dus nu komen we op een... zeg maar de orgaanlevel, orgaanniveau. En zo ga ik elke van deze punt even aanpakken en de mettherapie erop doen. Het kan wel saai worden voor, om naar te kijken, maar dat ga ik, ja, dat ga ik even doen. Nou, even. Het wordt wel half uur tot uur. En daarna zet ik een voor een bepaalde deel een automatische script die dat allemaal gaat vanzelf klikken. Oké. Oké, therapie kan beginnen.
Oké, en zo ga ik alle punten even door. Hoewel, dan ga ik even terug naar 2. Dan ga ik ook naar alle 4 even doorgaan. Maar goed, dat zal wat langere tijd duren. En om deze video wat korter te maken, ga ik nu even afsluiten. En eigenlijk wat ik wil laten zien is van, dat het ook via zo'n nagel kan, via ja, zo'n DNA en op afstand kan worden gemeten. En scan inderdaad laat zien dat het bij keel een infectie is. En zo. Ja, zo kan ik het delen bijvoorbeeld. Ja, zo kan ik delen met jullie dat griep kan heel effectief gezien worden wat voor micro-organisme is en wat voor ziekte volgens het apparaat is. En daarna kunnen we met metatherapie even balans weer terugbrengen. En we zijn nu al bezig met zappers om dit rhinovirus zijn frequentie om met bepaalde frequentie te sturen en die te elimineren. Dat was het voor deze demonstratie. Als er vragen zijn, laat me weten in de commentaar of direct. En dan probeer ik alle vragen te beantwoorden. Graag en tot ziens. Graag de volgende keer en tot ziens.